Damn, guys. Oh, it's full of fish. Holy shit. Holy shit. That one. Damn. This is good. We're gewoon aan het zwemmen. Dirty swimming. Zo, we gaan vissen. Kijk, ze zijn al bezig met de boot aan het gereed maken. Ik ben benieuwd wat hierin gaat zitten. Go down! Nice! Oeh! Zo. Dit is professioneel. Goed zo, lekker shaken. Ah, nice. Is there one in the... There's one in the... boundary, yeah? Don't mention measures. Goed zo. Very good. Nice, I see fish. Ah, oh, nice. Fish. Mooi, mooie locatie. Hier overal hebben we fuiken gezet langs de kant. Deze week moet ik mensen beoordelen op hoe goed ze dus fuiken kunnen plaatsen. En hoe goed ze dus zijn in het vangen van vis en het identificeren van vis. Kijk, dit is een fuik. Is die mooi geplaatst? Ja, kan beter in mijn mening. Maar leuk. Er zit in ieder geval van alles in. Vooral veel kreeften zo te zien. Zo, we zijn vandaag fuiken aan het plaatsen op het meertje. En hier achter mij ligt een mooie fuik. We gaan kijken wat erin zit. Professionele kreeftenvissers aan de gang hier. Hoppa. Kijk, dit is het voorbeeld van een slecht geplaatste fuik. Hij staat niet heel strak. Hier is een zooitje. Hij zit getwist hier, waardoor de vissen en de kreeften überhaupt niet naar binnen kunnen. Nou ja, zoals je ziet, er zit ook niks in. Er zit gewoon een kreeft op te chillen. Dus, ja. Nee, zo moet het dus niet. Fish. Damn, guys. Oh, it's full of fish. Holy shit. Holy shit. Look at that one. Damn. This is a huge one. Holy. Can we eat it? Holy moly. It's freaking incredible. Oh, it's full of fish. Sick. This one was placed very good as well, I saw. I think we are professional fishermen. Right? Yes. Well done, guys. In the lake. Yeah. We bought it in the store. I can film it. It's so calm. Be careful. Nice. Very nice. 65? Yes. Yeah. Okay. 65? Slimy. And then 2.8. 2.08. Oh, 2.0. So you're... Schitterend. Heel beest, mooi beest. Mooi beest, hè? Moet eens kijken. Kijk eens aan die tekening, hoe mooi die is, zie je dat? Mooi die. Mooie camouflage. Zie je zijn bek, zag je? Mooie tanden. Zo, wegen, meten. Goed bezig. Ook al. Dit is een andere. Ja. Hey, hoi. Allemaal zonder baars. Ja, lekker. I have mails. Wow, big boy. Yep.
This one Look was at this. 6.3 grams. Yeah. Kijk, mooie zonnebaars. Heel mooi vis. Invasief. Invasieve soort, mooie soort. Zie je die stekels? Oh. Stekels op hun rug. Heel scherp. Kunnen je lelijk prikken? Echt een roofdier. Kijk dan. Deze kreeft is al een schaar kwijt geraakt tijdens het vechten. Er zijn er al veel schaar kwijt. En dan de zonnebaars in deze vorm, een pumpkin seed. Two red gloves en een long one. Heel mooi. Can you use gloves for the crayfish? 12.6.5. Bij zulke karperachtige moet je altijd goed naar de bek kijken. De positie van de vinnen. 6.5 grams. Yes, 6.5. De ogen inderdaad, de kleur van de ogen. Male 6. You got this one also? Want kleur van het lijf, van de vinnen en zo, die kunnen best wel variabel zijn per gebied. Dus 8.4 grams. Positie van de bek is in mijn mening het belangrijkste om mee te beginnen. Een mooie ruisvorm. Zo, die mogen allemaal vrij. Succes. Hier zit er wat mooie baars in. 6.5 grams. Zo, kijk dan. Wat een monster. 10.0. Kijk die mond. Echt zo'n vacuumzuiger. Zuigt alles naar binnen. Mooi. Heel vet. De lippen zijn ook heel ruw. Hij heeft minuscule tandjes. Waarmee hij zijn prooi dus vast kan grijpen. Prachtig. En dit is de reden waarom er dus bijna niks meer leeft in dat meertje. Ja. 5.8 grams. Kijk dan joh. Pumpkin seeds. Pumpkin seeds, yes. 5.8 grams. Oh, wat is het? Nou, kijk eens even naar de onderkant van de twee kreeften. En dan zie je, je ziet wel een verschilletje denk ik. Oh. Je ziet daar twee dingen en daar niet. Ja, en daar niet. Oh, deze ja, heeft ook van die hey, twee laat maar even los. Nou, dat maakt niet uit. Ja, dit exemplaar in mijn linkerhand, die heeft dat achterlijf zeer veel langere pootjes zitten, zie je dat? Yeah. En daarmee kan die eitjes en ook juvenielen vasthouden. Oh, zij kan dat. Yeah. Kleine zij kan dat, zij kan dat. En verder zie je hier ook een cloaca zitten. Yeah. Dus, dat middelste ding? Ja, de uitgang waarvan ons uitkomt. Okay. Dus dat betekent dat, links een vrouwtje is. Okay. En die met die streep, deze is ook een mannetje dan? En dat dit is een mannetje, ja. Okay. Je ziet duidelijk dat er wat bescherming is. Oh, okay. En die heeft ook vele kleinere, kijk maar, die pootjes zijn ook veel kleiner, zie je dat? Ja, yeah, dus die heeft ook niet de noodzaak om juvenielen mee te dragen. Heel cool. Maar dit is wel dus dezelfde soort? Ja, kijk, dit is dezelfde soort. Ja.